In de Euromillions Volley League waren we toe aan de eerste speeldag van de kwalificatieronde waar Tectum Achel gastheer was voor Haasrode Leuven. Het nummer 5 tegen het nummer 4 uit de reguliere competitie in een best of 3. Haasrode speelde een verdienstelijk Europees parcours, ook al werd het uitgeschakeld, maar het tankte wel vertrouwen in die laatste wedstrijd, zodat het uitkijken was of ze deze lijn konden doortrekken naar de sfeervolle Koekoek Arena, waar hen een gemotiveerde thuisploeg opwachtte. Twee teams die strijden op het scherp van de snee, we gaan naar een 13-13. De thuisploeg is vanaf dan volledig onder stoom, gaat naar setwinst van 25-23 met onder andere de lekkere 24-21. In set 2 blijven beide teams elkaar waardig en zo zit iedereen op het puntje van hun stoel voor deze topvolleyavond, de 17-18. Toch kan de thuisploeg er nog op en over gaan. 25-23 en 2 tegen 0. De thuisploeg wil de klus klaren in 3 sets en is goed onderweg. Al doet Haasrode er alles aan, maar dit Achel is een maat te sterk. De 17 tegen 11. Achel haalt zo de eerste wedstrijd binnen met 0-3 en mag zich nu gaan opmaken voor een warme avond in het Leuvense, waar ze bij winst meteen doorstoten en bij verlies terug zal moeten afzakken naar datzelfde Haasrode Leuven voor een derde en beslissende wedstrijd. We hebben continu het initiatief gehad, zowel de eerste als de tweede set. Ik geloof zelfs in de tweede set dat we met 12-8 of zo voorstonden. Maar we geraakten niet uit één rotatie met de Deina en de opslag, die 4 keer... kon blijven serveren. We maakten toen een aantal storende fouten. Maar het typeert het karakter van de ploeg dat we boven de 20 ijzersterk terugkwamen. Met name blokkerend van de Kamp Koelewijn. Waren op dat moment outstanding. En Zootsma op serve. Dat was de beslissing. En het was ook een hele spannende set. Ik denk dat het publiek een geweldige wedstrijd gezien heeft. En ja, ik denk dat daarna Leuven gebroken was. Want de derde set kwam al zeer snel op voorsprong. En toen was de kwestie van side-out spelen en dat hebben we prima gedaan. Ik denk dat je thuis altijd een beetje meer kunt, sowieso. Maar de druk ligt bij ons, dat is wel duidelijk. We moeten van in het begin presteren, want anders, als die mannen in enthousiasme komen en de goesting erin krijgen, dan is het heel moeilijk. Is het een moeilijke wedstrijd altijd. Het is sowieso al moeilijk, dus dan wordt het extra moeilijk. Dus. Well, we wisten dat het een best of 3 was. Hè. En het systeem zit zo in elkaar dat thuisvoordeel eerst voor Achel was, voor nummer 5 in de reguliere competitie. Betekent dat wij thuis moeten winnen. En Achel krijgt nu 2 kansen om bij ons te komen winnen. Maar we wisten dat ze in elkaar zat, dus het is van moeten zaterdag. We wisten als we kans wouden hebben dat we die eerste zeker moesten winnen. En dan, nu is het 1 of 2 keer naar Leuven, dat zullen we zien. Maar ik verwacht daar weer heel spannende wedstrijden. En, ik denk dat het publiek weer gaat genieten en dat is altijd tof.